de Pacific Standard Job. Hoor je dat? De Pacific Standard Job. Nou, er gaat weinig standaard aan wezen. Dat kan ik je beloven. Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yo, welkom terug bij Daddy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Yoohoo, darling. Anybody home? Anybody home? Oh, darling. Oh, you look amazing today. Oh, darling. Oh, Leslie. You look wonderful. Oh, yeah. Leslie, can you pick up the soap? Hij vindt het niet eens gek dat hij een vierman in zijn onderbroek staat. Oh, Leslie. Pick up the soap, darling. Lachen. Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. We gaan weer een hele leuke, gekke aflevering maken van de Pacific Standard Job. Oh, 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 wat heb ik ontzettend gelachen met mijn vrienden. Echt serieus, was echt geweldig. Hey, ik ga ook tegelijkertijd de glitch even een beetje uitleggen. We gaan namelijk de auto saven. We kunnen namelijk weer auto saven. Dat was even een tijdje weg en nu kan het weer. Dus eigenlijk is het heel makkelijk. Je pakt een auto van straat. Eentje die het liefst een beetje aan de achterkant wat bescherming biedt. Kijk hier, is je achter met die dingen. Er zit weinig raam in. Dus je kan, heb je iets meer bescherming dat je dood wordt geschoten. En die parkeer je rustig hier. Oh! Jezus. Kijk uit voor zelfmoordterroristen. Mijn god, ik doe helemaal niks. Het ging zo vaak fout, gasten. Dus ze zeggen, nog een keer. Yeah. Nog een keer. Daddy, nog een keer. Ik ga nu zelf niet rijden. Dag. Nee, oh, ik wil erin. Oh, fantastisch. Wat hebben we gelachen, jongen, met Michael Drankorgel. Zuiltje was erbij. En onhandig Harry. Het was echt. Echt briljant. Oké, okay. Hey, we gaan even een auto saven dit keer wel. Deze wil ik hebben. Yeah, geef hem die maar. Oh, drankorgel had er ook in gevonden. Die gele. Nou, weet je wat? We zetten hem even hier neer. Wat doe je? Als je een beetje een snelle auto vindt, eentje met bescherming aan de achterkant, dan parkeer je hem een beetje hier zo neer, even aan de zijkant. En volgens stap je uit. En wat gebeur je dan? Dan gaat degene die de auto gaat saven, die gaat heel even in de auto zitten. Dus degene die saved, die gaat even in de auto zitten. Vervolgens gaat hij naar zijn garage. Als je een beetje zorgt dat je garage dichtbij in de buurt zit, kan je er gewoon naartoe lopen. Want je mag niet meer in een andere auto gaan zitten. Want dan wordt die gesaved. Dus kijk uit, Harry. Oh, kijk uit. Kijk uit, Harry. Geintje. Hoe kunnen we toch? Oké. Nou, Harry die loopt zijn garage in. Hij heeft eerst in de auto gezeten. En vervolgens loopt hij zijn garage in. En blijft hij lekker in zijn garage staan. Verder hoeft hij niks te doen. Yo, yo. Zie je zo meteen weer, Harry. Blijf maar lekker daar. En wij gaan ons even. We gaan ook zelfmoordterrorist zijn. Ja, ja. Er gaat één persoon naar de gele stip hier zo. Eén persoon. En die pakt een RPG en die kilt zichzelf. Dus één persoon in de gele stip. En dan roep je. Ah, allemaal magisch. Allemaal magisch. Ah. Of mag dat ook al niet? Is die weer mislukt? Nee, dat was de bedoeling. Oh, oké. Okay. Dat begrijp ik ook niet. Helemaal niks. Kijk ze naar het staan. Dat valt ook helemaal niet op. Er is ook echt niemand die zegt. Moet je die gasten daar zien staan in hun onderbroek? Dat zat toch wel een beetje verdacht? Nee, helemaal niemand kijkt dat zo. Geweldig, oké. Okay. Nou, kijk, daar staat de auto. Dus die staat er nog. Die is er safe. Die kunnen we nu even voor de bank gaan plaatsen. Even een beetje. Ja, een beetje zo dat we er snel mee weg kunnen rijden. Oh, houden jullie even het verkeer voor me tegen, gasten? Yo, dankjewel. Dank. Ah, netjes. Weet je, hou eens even. Oh, het verkeersregel. Oh, oh, oh. Ja, kom erop. Kom erop. Ja, we parkeren hem voor de bank, niet recht voor de bank, maar iets aan de zijkant. Zo, hoppakee. En hier laten we hem even staan. Dat we zo rechtdoor kunnen rijden daar zo. Laat het deurtje vast openstaan, hè. Kunnen we er zo tegelijkertijd instappen. En dan. We gaan het doen, jongens. Oké. Okay. Pauw, geef mij je wapen maar even. Dankjewel. En dan gaan we even die Pacific Standard Job doen. Ah, die is leuk, man. Die heb ik al zo vaak gedaan. Ja, tie wrapje eromheen. Mooi, man. Ja, hamburgertje erbij. Ja, lekker. Lekker wat knabbelen voor tijdens de heist. Oké, daar gaan we gasten. Daar gaan we de bank overvallen. Oké, hier staat altijd iemand. Knuppel ik altijd even lekker neer en zo. Ah, het is te plat. Als je nu een RPG pakt. Ja, de meeste gasten weten het al. Maar als je een RPG pakt, hoef je niet de hele tijd als een mal in de rond te schieten. Degene die hier zo crowd control is, die pakt gewoon even een RPG. Die pakt gewoon even lekker rustig daar staan met zijn RPG. Dan hoeft hij verder niks te doen. Nou, en dan hier zo. Demolition die doet even de deur openmaken. Dankjewel.
Het is koud, man. Het is wel misschien wel koud vuur, maar je gaat in je borst niet verbranden met alle vuur. Ja, daar gaan we. Nou, nog eentje. Doet die ook maar open. Dankjewel. Dat zal ik je even laten zien. Hier beneden staan natuurlijk twee bewakers. Ach, misschien hebben jullie deze ijs 100.000 keer gedaan. Dat is even bij. Maar die twee bewakers kan je heel makkelijk neerschieten. Door even onder het schilderij even zo'n handgranaat te gooien. Dus zo'n met die grenade launcher werkt dat ook prima. Kijk hier zo. Met eronder zo. Kabam. En kedenk. Toedeledokie. Kijk. Ja, ligt niet te pikken daar zo. Nou, hier gaan we even boven wachten. Komen er ook weer aan. Dat is één. Komt er nog één aan. Dat is twee. Ja, dat is allemaal heel voorspelbaar. Flik je er een paar stikjes erbij of weet het? Ja. Even die erbij. Hupsakee. Nog eentje. Ja. Lekker. Nou, als er straks weer een politiekant komt, dan zijn die ook maar gelijk weg. Nou, dan gaan we even bij die andere vriend kijken hier zo. Die is ook een vriend van mij, hè. Die heeft nogal de neiging om op een rode knop te willen drukken. Hé, hey, wil jij een escape button? Geef ik jou een escape button, gast. Hier. Daar is je escape button. Kijk, en als je denkt van, nou, ik zie dat niet meer zitten. En ik wil op een rode knop drukken. Druk dan maar op die. Druk dan maar op die rode knop, ja? Oké. Nou, eens even kijken. Er zat al in geld te rapen. Ja, natuurlijk. Dat is die drankorgel, hè. Die is echt helemaal geldblus, jongens. Die willen alleen maar geld, geld, geld. Ik kan er niks anders denken. Oh, verschrikkelijk. Ja, ik heb goede vrienden, hoor. Ze zijn goed, maar... De een is heel hebberig. Kijk, zij. We hebben er ook nog eentje. Die is heel onhandig. Onhandig Harry heet die. Ja, die, dat is echt een cowboy hoor. Die gast. Die denkt altijd van, oh, laat mij maar. En dan rent hij erop af. Nou, papapam en hij is dood. Onhandig Harry. Nou, wat een cowboy. Hier ligt nog meer gast. Pak die ook. Pak dat ook maar. Jezus, kijk hem raap, joh. Kijk, pak hem. Pak. Oh my God. Wat een habit. Nou, doe maar. Nou, neem jij het maar lekker mee, gast. Ik ga nog eens even bij de rode knop kijken. De escape button. Druk je niet op rood? Zal ik op rood drukken. Alles op rood. Ja, alles op rood. 1, 2. Ja. Kijk, we gaan lekker barbecuen. Barbecuen. Yoohoo, darling. Oh, you look amazing. Oh. Yo. Dit ziet er niet al te best uit. Oké, gasten, we gaan verzamelen. Yoohoo. Allemaal verzamelen. Joe, we gaan naar buiten. We gaan naar buiten. Beetje gay is oké, toch? Jawel. Wacht. Oh, kijk uit voor de snor. Kijk uit, let op. Niet. Oh, bijna de snor eraf. Zag je dat? Bijna le moustache verdwenen. Oké, we gaan in de auto. Yay, Harry gaat wel rennen. Kijk, dan gaat hij weer die cowboy. Dat is even cowboy. Oh, altijd in die auto rennen. Hé, laat maar mee rijden, Harry. Ik ga mee. Oké, ik ga met Harry mee. En gaan we hier de steeg in. Oh, wow. Heb je de banden? Ja. Harry, heb je de banden wel opgepompt? Gozerd. Echt serieus. Hebben we nu wel weer een lekker band? Wat ben jij een slechte chauffeur, zeg. Echt niet normaal. Kijk dan. Oké, we rijden even over de checkpoints heen. En we gaan naar de motoren. En daarom zitten we in deze auto natuurlijk. Dat begrepen jullie al lang. Hey, we gaan naar de motoren. En daar gaan we zo dadelijk even de motoren opblazen. Maar in ieder geval met slippende banden, jongens. Hey, met gierende banden. Wow, kijk hem gaan. Kijk hem gaan, jongen. Oké, hier zo. Hier tussendoor. Onderdoor. Oh. Harry, wat doe je nou? Mijn god, zeg die gozer, jongen. Echt, hij zit vast. Mijn god. Ik heb een paar crewmembers. Nou, echt. Nou. Schaam me eigenlijk diep. Ja, whatever. Hey Harry, gaat hij weer die cowboy? Kijk hem rennen. Schiet, jongen. Ja, joh. En schiet jezelf dood. Snel. Kijk. Oh, wat kan hij dat? Kan hij dit schieten? Ja. Topper. Weer een topper, gast. Oké, motoren zijn opgeblazen. Wij zijn hier. We gaan weer verder. We hebben de boel weer gesaved. En nu gaan we motor rijden. Nou, bij die Harry ga ik niet meer achterop. Dan ga ik wel bij die drankorgel achterop. Zoutje zit er ook bij, hè? Zoutje? Ja, Zoutje rijdt altijd een beetje op de achtergrond. Kijk bijna. Nee, die is altijd een beetje relaxed. Ja, kom maar. Oké. Ja, had je veel drank op, Michael? Nee, hè? Nee, oké. Nou, dan gaan we. Oké, fast forward. We gaan naar deze plek en we gaan zo dadelijk onder de map door. Ja, wat zeg je nou? Yeah, onder de map door. We gaan onder de map. Oké, ook een beetje inventory, een beetje snacks. Voordat ze me straks te pakken hebben. Kijk, en ik bescherm de drankorgel. Dus het geldtas zit lekker beschermd. Ja, hier moet je erin, Harry. Of hier moet je erin, Michael.
Ja, kijk, een beetje wiggle wiggle. Je moet wiggelen. Wiggle wiggle, don't stop. Wiggle wiggle, yeah. We zitten onder de mat. En wat doen we nu? Nu trekken we een wheelie, dat we op zijn kop hangen. En als het goed is, krijg je dan dit soort beeld. Dus dat hij een beetje gaat flikkeren. Flikkeren. Dat had ik niet eens bedacht. Wat een leuke woordgrap. Flikkeren. Hey. En dat zeggen mensen die een beetje gay zijn. Gay, 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 gay. Hey, ga je in first person, dan zie je precies waar je naartoe moet, hè. Dus je blijft een beetje met je motor, blijft een beetje onder die map vliegen. Je vliegt hem ondersteboven. En je, eigenlijk doe je steeds een klein beetje je stuur naar achter trekken. Dus je linker duimpet een klein beetje naar achter. Kijk, daar onder de map kom ik ook alweer Harry tegen. Het zeiltje, die zitten er ook. Lekker, man. Kijk, dat gaat wel goed, hoor. We gaan helemaal onder de map door, hè. Lekker, man. En dat gaat snel, hoor. Dat gaat echt reet snel. We zijn er, voor je het weet, ben je er. En als je zo dadelijk... Oh, waar zit die? Ah, kijk, ik zag hem. Oh, ja, onder de map kan hij zijn best zien. Harry, ik zag je. Maar als je zo dadelijk... Je kan ook onder dit water door, hè, hier zo. Kijk, dan gaan we er onder door. Rup, in één keer. Geen probleem. Het ziet er een paar uit, jongen. Maar je valt niet door de map heen. Dat komt omdat je met twee personen erop zit. Daar kan je niet door de map heen vallen. Dus zolang je er maar met z'n tweeën op zit, is er niks aan de hand. Val je niet door de map heen. Op het moment dat we zo dadelijk bij de boot zijn, dan stap ik even af. En dan zijn we gelijk, dan komen we gelijk boven de map. Dus oké, okay, dus dan bijna, let op. Hier zo, een klein stukje nog. Oké, okay, afstappen. En dan sta je gelijk hier. Je staat gelijk bij de boot, gasten. Nou, er komt wel wat politie aan. Nou, dan zijn we een beetje links en rechts moeten wegmaaien. Maar deze is echt makkelijk, jongens. Je bent er zo. Dit is echt reken snel. Dit is echt zo gepiept. Een leuke manier om deze standard job te doen. Op deze manier had ik hem nog niet eerder gedaan. In onze gay onderbroek. Met hartjes. Onze zwarte onderbroek met hartjes. Nou, lachen, man. We kwamen later nog wat gasten tegen in de sessie. Ze hebben eigenlijk helemaal geen vragen gesteld, toch? Dat was wel bijzonder. Stonden we daar met z'n vieren in onze korte onderbroek. Stonden we een beetje te dansen. Heel vreemd. Ja, er gebeuren gekke dingen op GTA. Maar de Pacific Standard Job werkt nog steeds. De heiste leader gaat hier uitspringen. Zo dadelijk gaan we onder de brug door. Voordat de gele cirkel verdwijnt, zal hij eruit springen. Zie daar in de verte de gele. En hij springt er nu uit. Oké, okay, en dan is de gele stip weg. En dan finishen wij zo gewoon. Is hij geslaagd? Yeah! Als het goed is, staan we straks bij Lester. Staan we met drie personen. De heist leader staat er niet bij. En die heeft zijn heist behouden, dus die kan hem opnieuw doen. Die moet wel even GTA opnieuw opstarten met L1 en R1. En dan heeft hij altijd nog zijn heist, dus dan kan hij weer opnieuw doen. Zo kan je elkaar lekker geld geven. Ja, lekker, man. Super. Echt super tof. Hebben we dik en dik verdiend. Kijk, er staat nou een lekker wijf bij. Oh nee, dat hoef ik niet te zeggen. Ik ben gay. Er staat ook een rare mevrouw bij. Lachen. Ik zeg... YMCA. Bedankt voor deze aflevering. Deed ermee. Michael Drankorgel. Dankjewel, gozer. Ja, dankjewel, gast. Onhandig Harry was erbij. Natuurlijk was hij erbij. Onze Koiboy. En zaaltje 333. Heel stil. Ja, was hij er ook bij. En natuurlijk Papa Koud. Papa Koud. Yo, ik zeg YMCA. Ik bedank iedereen die in een zwarte onderbroek loopt. Met rode haartjes. Hey, ben je een echte daddy fan? Trek je gewoon die onderbroek aan. Als ik jou de sessie zie met een met zo'n onderbroek aan, gaan wij even een selfie maken. Zeker weten. Ik zeg daddy to the signing out. Happy YMCA-ing! Yo, 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 yo.
Too sexy for my love, love's going to leave. Your body.